De Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis heeft vanmorgen haar nieuwe bloedbankinformatiesysteem BIS gelanceerd. Deze is gefinancierd door Tullow Oil Suriname BV. Malti Adin, waarnemend voorzitter van de Nationale Bloedbank, geeft aan dat met de implementatie van het nieuwe informatiesysteem er wordt zorg gedragen voor professionalisering en verdere automatisering van de processen van donorwerving, bloedinzameling, bloedbewerking en labonderzoek. Adin benadrukt dat het nieuwe systeem ook verbetering van de efficiëntie van de financiële processen en de kwaliteitsmonitoring betekent. De bloedbank als onderdeel van het Surinaamse Rode Kruis is ontzettend blij dat we nu een goed nieuw modern bloedbankinformatiesysteem hebben, omdat we op deze manier in staat zijn om alle procedures van de bloedbank aan elkaar te kunnen koppelen, waarbij je dus minder kans hebt op fouten. Je hebt een efficiëntere procedure. Je kunt analyseren wat er in elke procedure gebeurt, zodat je ook kan verbeteren. Je kunt heel makkelijk de bloedproducten tracken. Met andere woorden, je kan dus zien waar is een bloedproduct naartoe gegaan. In geval dat er een vergelijkbaar product moet komen, kan dat onmiddellijk gedaan worden. Je kan precies zien of het processen of testen van een bloedproduct ergens stagneert, zodat dat proces kan worden verbeterd. Kortom, in zijn totaliteit betekent het verbeterde performance van de bloedbank. Maar heel belangrijk ook is, het is volledige automatisering en archivering van data. Zodat het fenomeen van enorme kaartenbakken van bloeddonoren, dat is dus verleden tijd. Adin geeft verder aan dat de reden van de vernieuwing een zwak punt in het oud informatiesysteem is. Het oud systeem voldeed niet meer aan de vereisten van een moderne bloedbank. In het verleden waren sommige processen zelfs nog handmatig op papier bijgehouden, benadrukt Adin. Een mogelijkheid heb je als je zeg maar een bloeddonor had die heel lang niet geweest was bij de bloedbank. En die komt dan na jaren terug. Dan moet dus naar het archief om gezocht te worden waar is de kaart van zo'n bloeddonor. En nu is dat met een druk op de knop, want de donor is simpelweg geregistreerd en je hebt hem direct. Hetzelfde geldt dat als we bij de dat intakegesprek komen om te zien of een donor in staat is om te kunnen doneren op dat moment, om dus veilig bloed te kunnen doneren, dan kan dus de persoon die de keuring, als het ware, als je het zo moet noemen, uitvoert, kan dan direct op het scherm zien of er een probleem was de vorige keer, zodat daar ook op kan worden geanticipeerd. Je kan dus ook menselijke fouten, als je nummertjes schrijft van dit is nummertje zoveel, code zoveel en je hebt 6 cijfers, dan heb je allicht wel eens een keer dat er een nummertje verkeerd geschreven wordt en dat dan een bloedproduct verkeerd gelabeld is. Dat is dus nu ook niet meer aan de orde, omdat het systeem onmiddellijk een alarmtoon geeft als bijvoorbeeld een nummer niet matcht of dat een nummer dubbel is of iets dergelijks. Dat was dus Malti Adin, waarnemend voorzitter van de Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis. Ze sprak vanmorgen na de lancering en in gebruikname van het bloedbankinformatiesysteem BIS. Het nieuwe systeem moet de dagelijkse processen die de bloedbank uitvoert efficiënt doen verlopen.